die Boudewijn. Hoi Dirk. Ik heb een mooi plan, joh. Wat dan? Parkeergarages bouwen. Hebben we daar nou geld voor? Ja joh, geld zat. Kijk maar in mijn spaarvarken, er zit 166 miljoen in. Maar Amsterdammers willen liever betaalbare woningen. Ja, ze willen ook een baan en betaalbare woningen en betere zorg voor ouderen. Ze willen zoveel. Ja, maar joh, wij maken toch de dienst uit? Tuurlijk, niet die vervelende burgers. En al die half lege garages die we al hebben dan. Ja, maar daar heb ik al een oplossing voor hoor. Wat dan? Gewoon 800 parkeerplaatsen op straat weghalen. Slim zeg, dan moeten ze wel in de garage parkeren. En ja, dan kunnen we ook nog weer die parkeertarief opkrikken, joh. Dat is inderdaad een goed plan. Ja joh, dat hebben we 4 jaar geleden in het geheim besloten. Wat vond de gemeenteraad ervan? Oh, maar die hebben helemaal niks verteld. Ja, het was een geheim. En wat zeggen de buurtbewoners? Hé joh, dat zijn Amsterdammers en die liggen altijd dwars. Maar nu zijn ze even zoet met een besteuningsplan van 673 pagina's. En daar hebben ze gewoon de tijd niet meer voor. En je weet, wie zwijgt, stemt toe. Ja, je weet het, hè? Wie de centen heeft, die beslist. Oh ja, ze willen ook nog subsidie. Ja, maar dat is toch het laatste wat we willen, goed geïnformeerde burgers. Hé hey Dirk, waar ga je naartoe? Ja, hey, ik moet nog even 23 bomen kappen, hè? Tot ziens, Boudewijn. Dat was een sketch door 2 Amsterdammers over weer zo'n megaproject van de gemeente Amsterdam. Wat een falikante financiële mislukking wordt, namelijk een parkeergarage hier onder de Singelgracht. 60 miljoen gaat op zijn minst kosten. Het wordt veel meer natuurlijk, dat weten we met die projecten. De buurt is natuurlijk tegen, maar er wordt geen rekening mee gehouden. En het levert geen enkele extra parkeerplaats op. Waarom wordt dat aangelegd? Ik begrijp er helemaal niks van. En wij van de radicale oppositiebeweging zijn er ook nog eens tegen. En als het aan ons ligt, gaat dat niet door. En het is maar dat u dat weet.